tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het van week nummer 2. En dat is van maandag 8 januari tot en met zondag 14 januari. Dan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof deze week een week kan zijn waar je misschien wat afstand neemt van een bepaalde situatie of misschien een bepaald persoon. Het is even niet meer aan jou om om daarmee aan de slag te gaan. Het is even niet aan jou om een andermans problemen op te ruimen, om het zo te zeggen. Je kunt daar ook even helemaal niks aan doen en dat lijkt je deze week ineens wat meer te zien. Dat je zegt bijvoorbeeld van ik neem even wat afstand, maar ik ben er absoluut voor jou, maar dit kan ik even niet doen. Dit is echt een stukje waar je voor jezelf moet kijken. En dat brengt bij jou ook iets naar boven. Dat je denkt van misschien moet ik mijn eigen stukken ook eens heel goed gaan bekijken. En daar lijkt het deze week heel duidelijk ook de tijd voor te zijn. Dat je daar voor jezelf aan het voelen bent. En dat je ook weet wat jouw stuk is en wat een stuk van iemand anders is. Dat kan er dus voor zorgen dat je echt even wat meer tijd dan normaal voor jezelf nodig hebt. En deze moet je dan ook echt gaan nemen. Want anders kan het zijn dat je tegen dingen aan gaat lopen die heel makkelijk te voorkomen hadden kunnen worden. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.